Dankzij een hoge drukgebied is het vandaag in onze omgeving rustig weer. Dat zien we in de bewolking terug. Er is wat lage bewolking aanwezig waaruit in het zuiden nog wat regen of motregen valt. In het noorden van het land zien we vooral wat sluierwolken, maar daar neemt in de loop van de dag de bewolking weer toe. Vanochtend wordt het uiteindelijk overal droog en breekt uiteindelijk overal ook de zon door. Temperaturen dan tussen de 1 en 6 graden. En dat loopt vanmiddag op naar 4 tot 7 graden. Vooral in het zuiden van het land gaat de zon vaker schijnen. en In het noorden van het land, daar komt juist wat bewolking binnendrijven later vanmiddag. De wind is meest zwak tot matig uit oostelijke richting. Vanavond komen brede opklaringen voor, maar zijn er ook wolkenvelden. In die brede opklaringen kan de temperatuur vannacht uiteindelijk dalen tot ruim onder het vriespunt en kan er een mistbank ontstaan. Morgenochtend lossen die mistbanken snel op en is het uiteindelijk overal vrij zonnig, maar zijn er ook al wat wolkenvelden, temperaturen dan tussen de 2 en 5 graden. Ook in de komende dagen rustig en droog weer met van tijd tot tijd ruimte voor de zon en s'nachts ook lichte vorst. Na het weekend gaat met name overdag de temperatuur weer omhoog. Dinsdag hebben we wat meer met wat meer bewolking te maken, maar later op de dag tijdens de jaarwisseling is het waarschijnlijk opnieuw rustig weer. Mijn naam is Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne dag.